Ha Mike, welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. We gaan vandaag even iets laten horen van het drumstel. En uit wat voor onderdelen bestaat eigenlijk een drumstel? Kun je daar iets van zeggen? Ja, je hebt de kick. Wat is de kick? De kick is zoals mensen veel noemen een grote trom. Laat hem eens horen. Oké, dan hebben we. De snare. Ja. En kan die snare, waarom heet die snare? Omdat de snare spanning aan de onderkant zit. En zet die snaren er eens af. Hoe klinkt die dan? Roffelus. En nou met snaren. Daarom heet die snarentrom. Goed. Dan, die andere instrumenten, moet je snaren er even afhalen, dan is het makkelijker. Die kleine, hoe heet die? Tom. En deze? Floortom. Vloertom of floortom in het Engels, omdat die op de grond staat. En die hangt. Dan hebben we een hele hoop bekkens. Ja. Wat zijn die? Dit zijn de twee crashbekkers. Ja? Whitebekken. Wat betekent crashbekken? Dat zou je kunnen zeggen is een accentbekken. Om accenten mee aan te geven in de muziek. Terwijl een ridebekken een ritmebekken is. Laat eens een ritme op je bekken horen. Oké. En hebben we de crashbekkers, mag ik die horen? Ja, en die? Ja, we hebben dus een hoge en een lage. Ja. Een drummer kan dus ook kiezen uit verschillende tonen van hoog en laag. Dan hebben we daar nog twee bekkers die op elkaar liggen. Wat is dat? De hi-hat. Oké, de hoge hoed in het Nederlands. De hi-hat. En zowel de hi-hat als de basdrum bespeel je met je voeten. En als je dat doet, dan speel maar eens een marsje met de bekkers en de basdrum. Dan kun je horen dat één persoon dan kan spelen, wat in de harmonie drie mensen voor nodig zijn. Laat maar eens horen. Ja, oké, zo kun je dus horen dat je en de bekkers en de basdrum, of de grote trom, in de harmonie en de snaredrum hebt. Goed, Mike gaat nou eerst wat rockritmes laten horen. Doe ze allemaal kort, zodat je de verschillen duidelijk kunt horen. Ja? Ga je gang. Oké, een andere. Oké, is er ook een rockritme waar je het bekken bij gebruikt? Deze. Ja? En de hi-hat op en neer gaat, misschien ook? Ja? Probeer maar. Doe nou eens hetzelfde ritme, maar dan heel zachtjes op het bekken. Nog een keer. Ja, nu kan ik de hi-hat pas horen. Ja. Oké, dan... Wat is een fill? Een fill is een invulling in een stukje vrij naar keuze. Oké, speel nog eens dat ritme wat je net speelde en maak dan eens een fill waarbij je daarna weer terugkomt in het ritme. Oké, dit is een rockritme. Speel eens een stukje Zuid-Amerikaans. Tong ten king tong ting chat ta chat ket tong tedek ding tong ten king tong tegenk ding. Probeer maar eens iets. Sambaatje pakt kedek tong tegenk ding tong tak. Ja, twee. Oké, en een walsje. Kun je tango spelen ook? Jup, 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 jup. Ja? Met de hi-hat erbij? Ja, ja? Oké, goed. Nou, je hoort dus dat, of je weet dus dat een drumstel bij uitstek geschikt is om alle mogelijke muziekstijlen mee te begeleiden. Wordt natuurlijk altijd gebruikt in bands, maar ook in een orkest. En bij de Koninklijke Harmonie Slagwerkgroep gebruiken we dat dus ook. En je kunt dus les krijgen op een drumstel. Maar drumstel is hoofdzakelijk ook trommelen.
goed trommelen. Dus als je goed kunt trommelen, en je, dan heb je nog te werken aan de coördinatie, het samenwerken tussen handen en voeten. En dan kun je meestal ook drummen. Omgekeerd is lastig. Dus trommelen is de basis en vanuit trommelen kun je naar een drumstel toe. Oké, Mike, dankjewel.